I am Giga Chingde. I was from Tibet. I come from Tibet in 2005, and I reached in Holland in 2010. I'm 17 years old, and I live in Netherlands, Alkmaar. Nou, ik ben Renjen. Ik kom uit Tibet sinds 2009, om augustus. En nu ben ik, ik woon in Amsterdam. Ik ben nou, bijna 17 geworden. Tibet is net als mijn moeder. De enige waar ik geboren. En het is een heel bijzonder land in de hele wereld. We are struggling for Tibet. We are dying for Tibet. We are dreaming of for Tibet. Tibet is our land, our future, our history. If Tibet is going to vanish, going to change into China, then Tibetans are also finished. 11 Tibetans, they set themselves on fire for freedom of Tibet, for the return of Dalai Lama. Two or three women and 10 of 11 is men. Because they're showing desperation feeling. We can't wait. We can't wait. We are feeling desperate. But we never give up. Er zijn 12 monniken en nonnen in totaal die zichzelf in brand hebben gestoken. 11 de afgelopen maanden en daarvan zijn 6 overleden. En deze wanhoopsdaad is gedaan omdat de mensenrechtssituatie in Tibet alleen maar verslechtert. En de godsdienstvrijheid wordt zeer beperkt, waardoor de monniken en nonnen in de kloosters geen vrijheid hebben meer om hun godsdienst te uiten. En dat is ook de reden dat we vandaag dan bij elkaar zijn, omdat op dit moment binnen het parlementsgebouw waarvoor we hier staan, een debat is over China. Dus onze actie is gericht op minister Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, om hem ertoe te bewegen in actie te komen, nu onmiddellijk, om de Tibet-kwestie aan te kaarten. Vandaag de Tweede Kamer van Nederland voor een beetje gesprekken over mensenrechten in Tibet. Dus dat hoop ik dat gaat iets geluk worden. We had a meeting of the Standing Committee of Foreign Affairs concerning the policy, the Netherlands-China, the relation Netherlands-China. And all of us paid attention to the situation in China, the economic situation, but of course also to the human rights situation. All of us also referred to the situation specifically in the Kirti Monastery. The fact that China is sending police, is arresting people, and of course the situation that the number of monks and a nun have inflicted on themselves. And all of us are very sorry that this has happened, and we have asked our government to pay more attention to this specific situation. And we have supported the idea that our government, through the European channels, declares that this situation is not acceptable and that China should change its policy towards the Tibetans. I'm proud to say that not just in Parliament but outside, throughout the Dutch society, we stand behind your cause. Yeah.